Nu raken we hem toch wel? Raken we? Ik ben er zo scheef! Ja, hè? We hebben hem! Yo, Nintendo fans! Daar zijn we weer. En daar ben jij ook weer. Gezellig. Welkom bij weer een gloednieuwe nieuw Pokémon Snap video. Waarin we de Illumina Pokémon in het bos gaan ontdekken. Doe een duimpje omhoog als je dit vet vindt. En vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. En blijkbaar is de Illumina Pokémon hier onder mij. En het is Milotic of Milotic of Milotioni of Milo of... nou ja, geef hem een leuke nickname hieronder in de comments. Wat is nou een leuke nickname voor Milotic? Kijk hem dan. Oh, zo cool. Ah, dit is weer vet hoor. Hey. Kijk hoe mooi die hier door het water heen zwemt. Ik denk dat ik even moet wachten tot die boven water komt. Want ik kan hem zo niet raken met de Illumina Orb. En nu is er nog een normale versie van Milotic. Dus ik kan er nu nog geen foto van maken. Hallo? Ik fluit op mijn fluit. Of op mijn melodiebox. Of op mijn weet ik veel wat het is. Maar hij komt niet boven. Wil je boven komen voor een appel? Is dat wat je wil? Lust je appels? Nee? Nee, je lust ook geen appels? Kom even boven, joh, Milotic. Ga ik hier overheen of wat? I bet a flood fruit could reach it down there. Zie je, moeten we toch fruitjes gooien, hè? Milo! Kss, kss, kss. Kom eens. Oh, daar. Kom boven. Kom nou even boven, jongen. Moet ik fruit op hem gooien? Hallo? Daar. Kom nou! Ja, ik heb hem geraakt met een fluff fruitje. Ik raakte hem. Ga je nu naar boven? Misschien? Ja, kijk. Zijn kop is boven. Nu moet ik orpies op hem gooien. Maar hij is knijten ver weg. Hoe ga ik hem ooit raken helemaal daar dan? Kom eens hier. Ja, daar moet ik blijven gooien ongeveer. Oh, nee! Dan ga je weer naar beneden. Hallo? Kom eens hier. Oh, man. Ja, kijk, ik heb hem weer geraakt. Oké, cool. Kom maar boven. Kom. Ja. Kom, hij is boven. Raak hem! Nu! Met een orpie! Oh, raak hem nou even met een orpie. Hij gaat alle kanten op, die Milotic. Nu dan. Nu raken we hem toch wel? Raken we? Ik ben er zo scheef! Ja, hè? We hebben hem! Eindelijk! Illumina Milotic. Lekker Milo, dankjewel jongen. Dankjewel dat je eindelijk mijn orpie wou vangen. Kijk dat patroontje weer om hem heen. Super cool. Heel nice. Oh, wow, waar ga je naartoe? Oh man! Hij ging keihard de lucht in. Ga je er vandoor, Milo? Oké, Milo. Tot de volgende keer. Was gezellig. Wij gaan weer terug naar El Profesor. Super cool. Hebben we nu alle Illumina Pokémon gehad? Of moeten we er nog één? Of twee? Ik weet het niet. We gaan even in ieder geval de mooiste foto uitzoeken. Ik denk dat dit de beste foto is. Ik heb er ook eentje dat die in de lucht hangt. Maar die is best wel ver weg. Dus ik denk dat ik meer punten krijg voor deze. Milotic! Het is best wel een vet fotootje, hoor. Heel nice. Kom maar op met die 4000 punten. 5000 punten zelfs. 5144. Super sick. En daarmee gaat dit level sowieso wel naar level 2, denk ik. Ja hoor. Heel nice. Hoppakee. Phil die is jaloers dat wij altijd de Illumina Pokémon vinden. Ja, dude. Maar ja, wij doen ook het meeste werk, Philly Billy. Rita, die vraagt zich hier ook af. Is dit nou de laatste Illumina Pokémon die we gevonden hebben? En Rita, die heeft al iets uitgevonden. Wat heb jij gevonden, Rita? Yo, kijk, daar zijn we met z'n allen, hoor. Hoppakee. Todd is er ook bij. We moeten ons klaarmaken van de professor. Wat? Wat? Gaan we naar nog een nieuw gebied? Ja, man. Lekker. We hebben dus 4 Illumina Pokémon gevonden tot nu toe, zo te zien. En we mogen nu dus naar het sneeuwgebied. En de Nioh heeft nu een turbo-functie gekregen. Dus dat is super chill. Nu kunnen we gewoon lekker sneller door de levels heen met de turbo-functie. Kijk, daarboven staat gewoon een heel nieuw gebied nu. Hey, en ik wil niet heel veel zeggen, maar dit gebied ziet er ook wel uit alsof hier nog wat gaat komen. Eigenlijk. Anyway, we gaan nu naar de sneeuwvelden. Ah, allemaal ijs-Pokémon, jongens. Let's go. Daar gaan we. Wat vliegt daar? Er vliegt gelijk een Skarmory, jongen. Wat vinden we nog meer? Hey, Furret. Yo. Furretje. Kijk hem bij de hand kijken. Furret zijn zo bij de hand. Wow, beware je, jongen. Doe eens rustig aan, jongen. Ik ben hier nu net nieuw, man. Hoef niet gelijk boos te worden. Oh, Swinuppies. Schattig. Wow. Beware is wel een vette baard Pokémon. Ik voel een connectie met Beware. Ik voel me verbonden met Beware. Wat is dit? Hey, dit zijn Cupchoo'tjes. Oh, die staan daar lekker te schuilen achter Bonepie.
Wat schattig. Hey, Skarmory. Wow, die kwam even overvliegen daar. Ik heb hem net gemist. Oh, we kunnen nu ook iets sneller gaan. En kijk, op. Want hier is toch allemaal niks zo te zien. Gaan we gewoon lekker even een tempootje maken. Tenzij achter ons iets is. Nee, achter ons is niks. Wow, wat hoor ik? Wow, Memo Swainty. Memo Swainty. Superveel Memo Swainty's. Die zijn nog niet uitgestorven, jongens. Die zijn er gewoon nog. Insane. Jeetje. Wat een beest ook. Oh, een kleine swinnerpies. Oh, dat zijn de babytjes van Memo Swainty. Kijk, ze springen. Wow. Hier, de rechts doet eentje boos, man. Doe eens rustig. Oh, mag ik gewoon gezellig met jullie meelopen? Dat vind ik leuk. Is dit een grot hier zo? Oh, sorry. Ik wou niet op je staart gooien, Memo. Ah, dit was wel vet, hoor. Even een tour met de mammoeten. Oh, snap. Glijbaan. Snowruns. What uppers? Oh, niet vallen. Rustig aan. Hé, daar zat ook een snom volgens mij. Die heb ik net gemist. Dat is een beetje jammer. Oké, is er iemand hier in deze grot? Hallo? Oh, daar. Daar een Glalie. Yo, Glalie. Kan ik jou verleiden met een appel? Nee? Niet? Blijf je slapen? Nou, dan tot de volgende rit, ja? Doei. Gaan we even hier naar boven? Wat vinden we hier dan allemaal? Yo, Sviel en Pipluppie. Prip-lip-luppie-nuppie-tuppie. Super cool! Hey, yo. Zag hem voorbij zwemmen. Daar een Magikarpie. Daar nog een Piplumpie. Nou. Kijk die zwieltjes. Die zwieltjes zijn echt heel schattig. Ga jij in het water springen? Ja hoor. Ja, je had het kunnen verwachten inderdaad. Penguins natuurlijk hier op Antarctica. Kijk ze daar staan, jongen. Gaan jullie gaan die Beware uitdagen, hè? Ik ga die Beware wakker maken voor jullie, ja? Kijk, hij wordt wakker. Hij wordt niet wakker. Hij wordt niet wakker, Pipluppie. Hij heeft geen zin. Hij ligt lekker te maffie hier zo. Met zijn bakjes. Nou, dat was het. Vet hoor, heel cool. Weer een hoop nieuwe mooie Pokémon gezien hier. En zeg nou eerlijk, dit is toch de allermooiste Pokémon game die er ooit is gemaakt. Laat even weten in de comments wat jij daarvan vindt. Ik heb serieus nog nooit zo'n mooie Pokémon game gezien als dit. Anyways, we gaan weer foto's laten raten. Waaronder Furret en Beartic. Ik heb zelfs 3 sterrenfoto's van Beartic. Oh hier, ja, hij staat alleen wel met zijn rug naar me toe. Swinappy! Gupchu! Memo Swine! Piplumpy! Skarmory, echt mega. Ga in de verte. Snorruntjes. Glalie, die hier lekker aan het chillen was met zijn rug naar me toe. Gezellig wel. En een 3-sterrenfoto van Seal. Ik weet niet hoeveel punten ik nodig heb. Ik denk 40.000. Ik denk niet dat we dat gaan halen. Beartic! Ja, die staat met zijn rug naar me toe. Dat vindt de professor nooit zo leuk. Kijk, daar hebben we goud voor. Helaas geen diamond. Swinuppie dan. Ik denk trouwens dat je Swinup moet zeggen. Ik denk niet dat het Swinup is, maar Swinup. Klinkt veel logischer. Nou, deze Cupcutejes. 3-sterrenfoto. Helaas, brons. Brons? Hoe bedoel je brons? En dan deze. Deze is toch wel diamond? Ja, lekker. Skarmory. Dan hier Snowdunt. Ik had even mijn flits moeten gebruiken hier. Zo donker in die grot. Hij is wel diamond. Lekker chillende Sviel hier zo. En Pipluppies. Dubbele Piplup. Lijkt net alsof ik dubbel zie met die foto. We hebben 25.000 punten nodig. Nou, dat ga ik wel redden. Toch? Ja, lekker. 25.000 punten was goed te doen. Kijk, en we mogen gelijk 's nachts hier naartoe. En nu moeten we het Illumina-fenomeen opzien te zoeken. Oftewel, we moeten een glimmende plant zoeken. Wow, wie rende daar langs mij? What? Dit is Mightyena. Vet. Oh, die worden gelijk boos, joh. Niet zo boos doen, jongen. Hey, wat zit je nou die Piplup op te jagen, jongen? Laat die Piplupjes met rust, joh. Kijk, daar is een plant, maar die staat niet aan. Dus die kunnen we niet fotograferen. Oh, kijk hier, Mightyena. Ja, oké, dit is een mooi fotootje. Oh, kijk die Snowruns hier bovenop zitten. Are you afraid? Are you afraid? Oh, niet zo boos doen. Kijk, daar zijn allemaal gaten. Ik denk dat ik daar appels in moet gooien. Ja, kijk. Er komt een furretje uit. Super bij de hand. Snowruns durven nu weer weg te gaan. Volgens mij komt er nu een Skarmory over me heen vliegen. Vanaf de achterkant. Althans, dat was overdag. Wat is dat trouwens? Dat is een Sandslash, hè? Wedden dat dat alone een Sandslash is? Oké, zo te zien komt er nu niks hier vanaf de achterkant. Wel vanaf de voorkant een furretje. Nog een keer goed achter me kijken. Nee. Zijn hier nu dan weer die Memo Swainty's? Oh, kijk daar. Daar is nog een Sandslashie. Ja, Sandslash. What up? Oh, wat? Hier is een Frostmoth. Super cool. Oh, wacht even. Ik zie daar wel wat glimmen. Ik denk dat hij hier is. Ik denk dat hier de Crystalbloem is. Ik kan alleen de camera niet lager doen. Heb ik hem? Ik denk dat ik een foto heb. Ik hoop het wel in ieder geval. Hij gaf op een gegeven moment wel aan dat er een Crystalbloem zat. Yo, de Libbert.
What up? Waar ga je naartoe? Kijk die Sandslash gaan, jongen. Oh, en daar Abomasnow. Ja hoor. Holy moly, hoeveel Pokémon zitten hier, jongen. Mighty Ennis, die zijn daar aan het chillen met z'n allen. Snorrant! Willen jullie iets? Willen jullie appel? Hij wil appel. Ga maar lekker eten, jongen. Nom, 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 nom. Kijk die Delibird gaan daar, jongen. Oh, Jinxies. Jinxies en Vandalux. Oh, man. Dit zijn twee van mijn minst favoriete Pokémon ooit. Ik vind Jinx niet cool. En ik vind Vandalux niet cool. Ik vind die twee echt allebei dikke meuk gewoon. Maar Delibird, die zat daar. Die is daar ingegaan, volgens mij. Delibird, kom eens. Ik heb appel voor je. Yo, yo, kijk. Ik heb appel voor je, jongen. Hier, neem. Nee? Nou, dan ga ik Jinx weer op de foto zetten. Ik bedoel, als jij niet op de foto wil, dan ga ik Jinx wel op de foto zetten. Daar vliegt nog een Frostmotje. Swinub zie ik weer. Memoswine. Drie Swiels. En Alolan Vulpixie. Die is toch ook wel mooi, hoor. Oh, ben jij zo aan het snurken hier? Memoswijntje. Hij is wel boos. Ik kan gewoon geen foto's meer maken. Mijn fotorol is leeg. Sorry, je Bommersnow. Mijn fotorol is leeg. Ik kan geen foto meer maken van je. Ik was iets te enthousiast, jongens. We hebben Mighty Anna op de 3 sterren. We hebben hier Snorunt op de 2 sterren met een appel. We hebben Furret met 3 sterren. Sandslash. Oh, daar heb ik ook een 3 sterren foto van. Maar die is super ver weg. Die ga ik nog wel een keer opnieuw maken. Ik pak nu gewoon een 1 ster. Memoswine, 3 sterren. Pipluppi, 2 sterren. Want die is een beetje boos hier. Kijk hoe boos die kijkt. Vandalux boeit helemaal niemand. Jinx boeit ook bijna niemand. Abomasnow natuurlijk wel. Delibird. Ja, dit is wel echt een leuk fotootje, hoor. Zo. Mooi frame. Dan Vulpix. En Sviel. En het is gelukt. Ja, het is gelukt om de Crystal Bloom te fotograferen. Want daar ging het eigenlijk om. Mighty Anna. Oeh, die is gelijk Diamond, jongens. Het begint goed. Oh, deze heeft nog 2 punten nodig om Diamond te zijn. Nou, dat vind ik echt lame. Deze heeft ook nog maar heel weinig punten. Oh nee, dat, ik lig. Die niet, die niet. En deze van Sandslash. Die zit wel mooi in het midden en zo, toch? Ja, die is dan weer wel net Diamond. Frostmotje. Vanaf de achterkant. Dus dit is sowieso geen diamond. Nee, helaas. Memoswinty. Nou, ook 55 punten nodig voor de diamond. Ook net niet. Vulpixie is sowieso geen diamond. Gelukkig is die gold. En deze van Delibird is ook niet diamond. Maar ik vind hem wel echt super leuk in het frame staan. Jammer dat hij zich niet even omdraaide. Daardoor is hij zilver geworden. Deze Abomasnow is denk ik echt nog minder dan brons. Ja, dik brons. Jinxie dan. Daar is ze weer hoor. De Nicki Minaj Pokémon. Ik had het niet moeten zeggen. Ik heb het gejinxed. Op 69 punten na. Vandaluxie. Pimplumpy. Swinuppie. Oh nee, Swinuppie. Swieltje. En het Crystal Bloompie waar het om ging. Is de nacht dan ook in één keer level 2? Ik denk het niet, jongens. Daar hebben we namelijk 45.000 punten voor nodig. Toch wel! Lekker! Gewoon weer in één keer gefixt. En nu hebben we ook de Illumina Orbs voor Durice Island. En ik denk dat we hier nu gewoon eigenlijk door moeten gaan. Dat we een van deze levels naar level 3 brengen. Want er wacht nog een Illumina Pokémon op Durice Island op ons. Als je dat wil zien, doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren, want dan heb je iedere dag Nintendo video's op je bakkes op dit kanaal. En wil je me live zien gamen, dan weet je ook waar je me moet volgen. Op twitch.tv/Rickachu. En dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!